De omstandigheden zijn uitstekend voor een mooie pot voetbal. Kijkers, van harte welkom dus. Mijn naam is Siert de Vos. En de collega die naast me zit, die kent u ook. Jeroen Gutter. En over enkele ogenblikken gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Wat een wedstrijd wordt dit. Het is me genoeg gesierd. En weet je, ik ga ervan uit dat we dat over anderhalf uur nog steeds kunnen zeggen. Want dit belooft een interessante competitiewedstrijd te worden, hoor. Met twee ploegen die doorgaans willen voetballen. Willen aanvallen. Willen creëren. Doelpunten willen maken. Laurent Despoitre. De bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. Bal naar de spelers in het centrum. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Laurent Despoitre. Odjidja Ofou. Waar is Odjidja Ofou? Kan hij hier voor gevaar zorgen? Onder druk heeft hij de bal. Teruggelegd via die voorzet. In de handen van de doelman, die uit zijn doel komt. De bal wordt ingeleverd. Zou wel eens wat kunnen worden. De verdediging werkt die bal goed weg. Het ziet er veelbelovend uit. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Hij wordt kort genomen. Naar de eerste paal. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. De verdediging zit ertussen. Nou. Wat kan hij hiermee? Komt er een voorzet aan? De bal weg, gevaar voorbij. Sven Kums. Odjidja Ofou. Deze ploeg blijft massaal achter de bal. De tegenstander moet iets verzinnen. Verzin een list. Yuki Kobayashi. En de aanval van Waasland Beveren. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Odjidja Ofou. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. En weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. AA Gent krijgt een ingooi. Laurent Despoitre. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Gaat dit wat worden? Door die actie is hij de bal kwijt. Laurent Despoitre. De bal nu alweer ingeleverd. En nu wordt het onpassen. Yuki Kobayashi. Hard schot, maar geweldig mis. En wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans.
Sven Kums. Vierde official geeft aan 2 minuten extra. Laurent Despoitre. Agent weer in aanval. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. De scheidsrechter zet de fluit voor rust. Het is 0-0. En met die aftrap door Gent is de tweede helft begonnen. Hij rukt verder op. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Sven Kums. Die doelman moet opletten. Van de bal afgezet. De doelman kan een doeltrap gaan nemen. We zien hier nog eens die goede doelpoging. Ik kan me voorstellen dat hij hier teleurgesteld is, want dat was best een aardige kans. Maar plaatst de bal net naast de paal. Er wordt een speler vervangen. Yuki Kobayashi. Georgi Jacquetatze. Ze komen opnieuw in balbezit. Hij wil nu eindelijk wel eens de bal en laat zich zakken. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Sven Kums. Slordig in het balbezit. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. En er overheen in de loop. Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar en die zal zo in worden gebracht. Georgi Jacquetatze. Ze hebben zich ingegraven op eigen helft en wachten op een opening. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Goed geanticipeerd op die pass. Hij zit ertussen. Georgi Jacquetatze. Bal is hij kwijt naar die tackle. Ze leveren de bal in. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. En zo dadelijk mag hij echt. Zou wel eens wat kunnen worden. Nou, wat kan hij hiermee? De doelman kan de bal gewoon laten gaan. Beide teams gaan spelers wisselen. Beide ploegen missen de kwaliteit om de verdediging van de tegenstander te passeren. De eindpaas mislukt ook, keer op keer. Ja, en dan kun je eigenlijk ook wel stellen dat de scherpte aan de bal ontbreekt. Sven Kums. Georgi Jacquetatze. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Goed de bal afgepakt. Thomas Kaminski. Sven Kums. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie het. Hij besluit een speler op het veld te gaan vervangen. Laurent Despoitre. Jacquetatze. Een tackle die goed afloopt.
Gevaar is geweken, de bal is weg. We hebben nog 5 minuten te spelen in de reguliere speeltijd. Zo, flink druk gezet. En dan kan hij geen kant meer op en levert hij de bal in. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Passing van Waasland Beveren daar rond de 16. Goed hoor. Oeh, hij onderschept hem. Dat leek gevaarlijk te worden. Nog 2 minuten blessuretijd. Sven Kums. De scheidsrechter fluit voor het einde van de tweede helft. Een gelijke stand.